Nou, de doucheruimte is in elk geval droog. En de vloerplankjes die liggen er weer in. Dat is mooi. Hij is nu naar de begrafenis van een vriend. Die zichzelf nog even dood heeft gereden afgelopen weekend. Met de auto. In de berm gekomen met de zijbanden. Van de weg geraakt, over de kop geslagen, geen gordel om. Uit de auto geslingerd, dood. Zo doen wij dat tegenwoordig. Nou, daar gaan we even snoeren opnieuw trekken vanaf de schakelaar in de gang. En dan gaan we hier onderlangs de rand. Onder de vloer door eigenlijk. En dan gaan we in de hoek omhoog, want er komen toch allemaal plaatjes en tegeltjes. En dan gaan we daar boven in de hoek langs het schuin over de plafond, over de randplafondmuur. En dan gaan we ter plekke van de spiegel naar beneden. En bouwen daar nog een lasdoosje in. Erik vond dat dat geen opbouwdoos mocht zijn, want dat zie je. En dan gaat er één stoeltje nog even wat verder richting de douchecabine. En dan gaan we naar die zijwand, ook allemaal door de naad. En dan pakken we zo'n spleetje tussen twee plafondlatjes. Dan gaan we een half metertje over het plafond. En dan gaat het draadje zo rechtstreeks onze nieuw gekochte plafonnière in. En dan moet dat maar goed zijn. Nou, dat is al een heel stuk beter. En Jos die staat daar alweer te klieven. We horen hem wel, maar we zien hem niet. En we moesten natuurlijk het hekje ook nog even bekijken. Maar dat doen we later. Nou, Jos en Agis moeten we maar even wat werk klaar zien te krijgen. Dan moet ik weer terug voor mijn handschoenen. Pauze. We hebben al wel een beetje gekloofd. Of gekliefd. Of geklaven. Dat waren die, nou weet ik wat, 10, 15 blokjes die hier lagen nog. Dus hier ligt er weer een beeldje. Kunnen we ons even weer een breuk tillen. Om dat allemaal te gaan stapelen. Hier liggen 4 potentiële bijzettafeltjes. Waarvan er 3 op order in Groningen moeten worden geleverd. Dat weet ik verder ook niet. En daar liggen ook nog iets van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jos heeft er al 1 of 2 weer gruzzelementen. Maken we dat nog even af. En dan hebben we het kloven tenminste klaar. Mooi. Nou, ik zal ook wat gaan doen. Ja, maar dat doe ik wel, joh. Dat kan ik als ik even niks te doen heb, loop ik even een kwartiertje met een paar blokjes en dan pak ik weer een paar. Ja, ik denk dat ik deze hierbij leg, hoor. Voor mij leg ik het er gewoon voor langs de regenkop van de andere kant, ik geloof het wel. En die andere stapel ligt in elk geval al aan de kant, dus als het wezen moet, kan het ook blijven liggen. En als ik zin heb, dan stapel ik het daar. Nou, het hekje is nou dus echt helemaal klaar. Dat stond er eerder nog niet helemaal op. Dit dan wel, maar met Henk had ik, hier was het helemaal ingezakt, het lag helemaal los. Dus dat hebben we allemaal weer gerepareerd en daar een nieuwe paal erin geslagen, die achterpaal hier. En hier had Jos nog een pen bij langs gezet, omdat die ook een beetje wiebelt. Voor de rest is dit allemaal intact. Het is heel wat meters hek, hoor. Heel wat meters. Nou, dit is het oudste stuk hek. Dat ziet, de latjes lijken wel 2 keer zo dun te zijn geworden. Gewoon door de tijd. Slijtage. Weer en wind. Hier ook. Dus dit is eigenlijk het minste stuk. Dat mag nog best vervangen worden. Maar het loopt niet weg. Nou, die hebben we ook gestut. Met een ijzeren pen. En, nou, en dit is dan het volledig gerenoveerde deel. Dus dat. En daar hadden we toen dat poortje hier bij dat paadje. Dat was toen nog niet af. Maar nu wel. Het is niet dat het nou helemaal perfect zit. Maar zoals je ziet, het kan open.
En dat kan dicht. Dus nou ja, dat is een beetje de essentie van een poortje. Van een deurtje. Nou, dat gestut. En dit gestut. En dit gestut. Nou, en dan dat nieuwe stuk hek. En daar verderop nog gestut. That's it. En dan hebben we daar dus nog een nieuw staveltje van die 30 gekloofde restblokken. En daar dus ook nog een staveltje van nog een stuk of 6, 7 blokjes. Zo. Zaterdag morgen. 9:15. De eerste was mij te vroeg. Om 8:00. En toen dacht ik dan de tweede, maar nou, dat valt mee. Voor 12:00 in Karburg zijn. Anders is Weber dicht. Voor de voeg. Voeg en kit. Het is verschrikkelijk duil weer. Het waait, het regent. Die buren hebben mij waarschijnlijk wakker gemaakt. Door een woord of zoiets. Morgen wordt het mooi weer. Vandaag nog even niet. Nou, het is best netjes hier toch? Ja, dat gaat best. Nou, dit haakje heb ik geflanst. Met links de parkeerstand. En dan heb je een soort echte ventilatiestand. De kiepstand is, vind ik toch wel eigenlijk een raam wat heel ver open staat.